oudste herinnering, als het over communicatie gaat, is meer dan 70 jaar oud. Als klein jochie speelde ik met mijn buurjongetje met groenteblikjes met ertussenin een metalen draad. Hele gesprek hebben we toen gevoerd. Nou vroeg ik me af hoe de huidige jeugd op dit oude speelgoed zou reageren. Nou, ze begrepen gelijk wat de bedoeling was, hoor. Natuurlijk had ik op school ook iets geleerd over de telefoon als communicatiemiddel. En dan vooral met tekeningen en modellen van dit oude spul. Voor iets anders in mijn opdracht ga ik nu naar Aalsmeer. Ik ben hier bij het Kerstmuseum en ook hier mocht ik iets filmen. Gaat u in naar binnen? Hij doet nu een algemene oproep. En dan zal er zo wel iemand terugkomen. Papa Delta 5, wij gaan niet meer Alpha. Papa Junior hier, Charlie. Kan jij misschien eventjes weer naar 40 gaan op de 67? Ja, Herman, ik hoor je wel, maar ik heb moeite met je te verstaan. Papa Delta 5, wij gaan niet meer Alpha. Papa Junior hier, Charlie. Ja, Guus, nou ik hoor jou hier luid en duidelijk. Maar ja, goed, jij hebt zoveel storing en lawaai daar. Dus het wordt een beetje moeilijk. De oude veldtelefoon. Goedemiddag, het Kerstmuseum met Herman. U bent hier beland in de radiokamer. Hiervoor staan dus een paar telefoons. Deze is nog echt uit de Tweede Wereldoorlog. En dat is de centrale die de verschillende sets aan elkaar knopen. Dat gaat door middel van de stick. Een andere omgeving waar ik op zoek ging naar dingen over communicatie is hier bij beeld en geluid. Ik ben benieuwd wat ik hier ga tegenkomen. Tante Cor. Tante Cor gaf de tijd aan. Je hoefde maar de telefoon te nemen en je belde en dan zei Tante Cor: het is zoveel uur en zoveel minuten. Piep, piep, piep. Dit zijn allemaal oude dingen die best onder de noemer communicatie geplaatst kunnen worden. Communicatie is ook een wereldzaak, vooral als je hoort: president Kennedy is dood. In no time gaan berichten de wereld over via telefoon of radioverbinding. Kennedy is dood en het is vooral de radio die als communicatiemiddel gebruikt wordt. Geplande radio-uitzendingen moeten worden aangepast. In die tijd was ik zelf ook net bij de krant begonnen en ik was verbaasd wat er allemaal op mij afkwam. Ook de krant bleek bij uitstek het communicatiemiddel om het grote publiek te informeren. Rijen nieuwsgierigen die de extra editie wilden bemachtigen. Ook toen werd duidelijk dat de tv nog niet optimaal werkte. Iets heel anders, ook communicatie, is de komst van ons mobieltje. Van groot en grof naar mooier en vooral kleiner. Ons mobieltje is bijna niet meer weg te denken. Zelfs onze peuters laten we ermee kennis maken. Ook schoolkinderen kunnen niet meer zonder. Vraag je in de klas: wie heeft er een mobiele telefoon? En wie niet? Dan sta je versteld van de uitslag. Communiceren is een eigen leven gaan leiden. Overal waar we komen,
is men er bezig. Op zich niet zo erg. Maar als het mobieltje gebruikt wordt en ons liefste lief komt daarmee in gevaar, dan is het toch wel tijd om te stoppen. Sowieso in het verkeer geen mobiele communicatie. Fietsen is prachtig en alle vormen van communicatie geweldig, maar laten we wel beide mogelijkheden goed gescheiden houden.